Hi, welkom bij een nieuwe aflevering van Russell's Running Channel. We zijn vandaag in Bordeaux. Ik sta op camping Bordeaux du Lac. Dat ligt een klein stukje van de stad Bordeaux af. Het plan is om richting de stad Bordeaux te rennen en daar even een stukje cultuur te snuiven. Dus volg me maar.
Kijk, daar heb ik nou een handje van. We zijn direct alweer even verkeerd gelopen. Nou. Moet even naar boven toe. En even om een hek heen volgens mij. En dan kunnen we wel onder het straatje door. Verder richting Bordeaux. Nou, tot straks jongens, tot straks.
Nou, we zijn al een klein stukje die kant op. Ik moet nou even een weg oversteken. Of moet. Was dat al nodig geweest? Nee, blijkbaar was dat niet nodig geweest. Nee. Kan hier ook langs. Ik zie al wel een heel mooi meer aan deze kant. Laten we even die kant oplopen. En even van de geneugten genieten van deze mooie wijnstad. Ik denk dat we nog heel veel moois gaan zien hier. Ik weet niet welk meer dit is, maar het ziet er best groot uit. Nou, mooi om dit allemaal zo te zien. Maar we komen hier natuurlijk voor het hardlopen. Op door naar Bordeaux.
Nou moeten we toch even goed op de bordjes kijken. Daar staat Bordeaux Centrum. Nou ja, ik sta nou die kant op, nog die kant op, nog die kant op. En is dat alleen? Nee, dat is geen voetpad meer. Pijltje zegt die kant op. Ik zeg die kant op. Kijken wie het goed heeft. It's a sting. Stoplichtje, kan je ook weinig aan doen. Even geduld nog en wij kunnen onze route weer verder. Dus, het gaat heerlijk vandaag. Volgens mij pak ik ook nog het verkeerde stoplichtje. Dat kan het mij ook verdommen. Zo druk is het niet. Go Jampie.
Je zou bijna denken dat die gekke Fransen je niet eens de stad in willen hebben. Allemaal gekke omleidingen. Zeg ze dat ik rechtsaf moet, ga ik rechtsaf. Kom ik op een achterafpaadje. Apart. La City du Vin zie ik staan. En Centre Ville. Nou, dat klinkt aardig geloofwaardig. Als ik ze mag geloven. Zullen we eens even kijken nadat het stoplicht op groen is gesprongen. Of wij terechtkomen in de Centre Ville. Ik wil toch voor de zekerheid eventjes op Google kijken of het wel, het is allemaal Bordeaux, Bordeaux, Bordeaux. Het zal wel goed zijn, maar op de een of andere manier vertrouw ik het niet voor de volle 100%. En iemand die ik wel vertrouw is degene die mij altijd naar huis brengt en altijd brengt waar ik wil zijn, Mr. Google. Het is echt nog geen 9 uur
En het is loei en loei heet hier. Het is ongelooflijk. Lopen naar Bordeaux. Nou, ik zit toch vlakbij. En ik loop toch helemaal de goede kant op. Het is bijna alleen maar rechtdoor. Nou, zijn we daar ook weer uit. Kunnen wij weer met een gerust hart verder hobbelen. Ik vond het zo rustig. Maar ja, misschien komt dat omdat op de tijd van de opname het maandagmorgen 9 uur is. Die kans is heel groot. Nou, jongens, tot straks maar weer.
Kijk, dit lijkt er meer op. Dit heeft wel wat weg van een stad. Maar heel apart, echt, als ik eraan kwam, ik dacht, wat is dit voor industriegebied? Zie dat er al een terrasje open is? Nou, daar zullen we later eens even naar gaan kijken. Laten we eerst nog maar eens eventjes de mooie geneugden van Bordeaux ondervinden. Ik zie een zebrapadje, dat we een beetje richting de rivieren kunnen. Ik denk dat ik die route even ga nemen. En dan via een of andere brug moest er weer een mooi landschap zijn. We zien het allemaal wel. Ik zie jullie zo weer. Tot zo.
Het zonnetje brandt flink hier. Om 9:15. Ik zag net dat het al 25 graden is. Dat is best heet. Om bijna 9:30 's ochtends. En we gaan die brug in ieder geval nog wel even proberen te trotseren. Daar hebben we het over. Want achter die brug, als je dan naar rechts gaat, dan moet een prachtig mooi stukje park zijn. Nou ja, daar willen we natuurlijk ook nog even kijken. En dan zal het wel tijd zijn dat de terrasjes open gaan. Dus dan kunnen we de afsluiting ook wel doen. Maar we gaan eerst nog even kijken of we nog tot de brug komen. 25 graden om 9:30. Heb ik in Nederland nog nooit gezien.
Toch wel een hele mooie stad. Water is wel behoorlijk smerig. Ik hoop niet dat ze daar onze wijn van maken. Maar laten we daar maar niet van uitgaan. Of dat ze het goed mogen zuiveren. Beetje water bij de wijn. Nou, niet uit deze plaats. Ik ren de brug af. Ik ga daar even een stukje naar binnen. Ik zag een soort kerkje. Waar kerkjes zijn, zijn terrassen. Ik zie jullie zo.
Nou, ik denk dat ik hem hiermee ga afsluiten. Het was een stevige run, 12,5 kilometer. En dat met nog wel een paar verhogetjes en verlagetjes. Dus wat dat betreft, wij lopen hem even uit en wij lopen hem even naar het terras. Dat lijkt mij een heel, heel goed plan. Tot zo. Nou, dit was weer een heerlijke run door Bordeaux heen. 12,5 kilometer. We hebben nu even het terrasje gepakt. We konden er een vinden. En het was een lekkere run. Het was heel, heel erg warm. Het was een beetje te warm. Maar dat mag de pret niet drukken. Wij gaan hem nu lekker afsluiten. Met een heerlijk wijntje. Ik zeg proost. En tot de volgende keer. Tot in Lourdes.